natuurlijk. Mijn naam is Simone van Salos en ik zal dit programma leiden met 5 jonge auteurs. Talent in het huis. We gaan ze gewoon het podium oproepen. Ze gaan 1 voor 1 wat voorlezen. Ik stel kort een vraag over het thuisgevoel. De organisatie heeft hen gevraagd om een stukje te schrijven of een column te schrijven over het ultieme thuisgevoel. Dan moet ik zeggen dat ik daar direct een onheimisch gevoel bij krijg. Want als iemand vraagt om iets ultiems te doen, nou, dan zou ik al bang worden. Maar zij zijn de uitdaging aangegaan. Mag ik naar voren roepen? Mira Fetikou. Shanti Singh. Roos van Rijswijk. Het hoeft niet in de volgorde hoor, het maakt niet uit. Nina Polak en Brechtje Hofstede. Ja, jullie zijn net zo ongemakkelijk met deze huiskamersfeer als ik. Maar ga vooral ergens zitten waar ook een microfoon is. Dat is misschien wel handig. En mocht het niet lukken, mocht de microfoon al vergeven zijn, dan kom ik uiteindelijk gewoon naar jullie toe met een microfoon. Dus dat komt sowieso goed. Mira, jij gaat als eerste lezen. Misschien is het goed om te zeggen dat jij in 1993 al met poëzie bent gedebuteerd. Je kijkt erbij alsof je het daar niet mee eens bent. Mijn eerste leven, dat was mijn eerste leven in Roemenië. Eerste leven in Roemenië. Horen jullie mij goed? Ja, beter nu. En proza in 2012, lief kind van mij. Ik heb in Roemenië 3 boeken geschreven. Oh. Ja, dus in het Roemeens natuurlijk. Okay. En 9 jaar geleden ben ik hier gekomen. Ja. Yeah. Met mijn man, een Nederlander. En ik ben nu begonnen met in het Nederlands schrijven. Ik heb al 2 boeken geschreven in het Nederlands. Mijn derde verschijnt in mei. Ja. En vorig jaar was het de ziekte van Kortjakje. En inderdaad, je derde die verschijnt binnenkort. Wat me eigenlijk wel deed afvragen of we je wel als nieuw talent moeten aankondigen. En niet al als een gearriveerd talent. Ja, ik heb me ook afgevraagd. Maar ik zie mezelf als een spook in de Nederlandse literatuur. Ik ben voor de deur, ik sta voor de deur, ik sta binnen en daarna weer buiten en enzovoort. Je bent eigenlijk altijd nieuw. Ik hoop dat niet. Ja, het is een beetje zoals het nu. Gaat veranderen. Ja. Ja. Dus. Wil je voor ons voorlezen? Tuurlijk, daarom ben ik hier. Ik lees een column over thuis zijn. En de titel is Thuizen. Ik heb een combinatie, een combi gemaakt van thuis en huizen. Ik heb tot nu toe in 32 huizen gewoond. Dan tel ik de tussendoortjes, weken dat ik bij vrienden verbleef of ziek naar het huis van mijn ouders ging, niet mee. Huizen. Want nadat ik op mijn 13e naar een internaat gestuurd was, voor een betere toekomst, was het woord thuis in mijn woordenschat niet meer op zijn normale plek te vinden. Ook het internaat heb ik geen seconde als thuis gezien. Ik verbleef er 6 jaren en in de eerste daarvan stond ik bekend als het meisje dat 3 maanden lang gehuild had om naar huis te gaan. Op mijn 20e, als kersverse studentenletteren, stond ik voor de keuze. Wonen in een studentenhuis, een internaat onder een andere naam of op kamers. En als je eenmaal weet wat een internaat is, ga je natuurlijk voor een kamer. Maar omdat ik geen fatsoenlijke kamer betalen kon, woonde ik telkens ongeveer 1,5 jaar in de kamer van een vrouw die net aan kanker overleden was en wier kleren, schoenen, kam, panties en lingerie nog op of onder de stoelen lagen in de kamer die ik gehuurd had. Ik mocht er ook niets veranderen, niet eens haar rode laarzen passen. 1,5 jaar later vertrok ik. Niet omdat er rare dingen in het huis gebeurden. De eieren die ik geklopt had lagen nog intact op het aanrecht. De vuilniszak die ik weggebracht had stond nog in de keuken. Maar omdat de vader van de dode vrouw van wie ik niets bewegen mocht, de afmetingen van het stuk wc-papier dat je gebruiken kon, reduceerde tot de grootte van een munt. 1,5 jaar later huurde ik dus een kamer bij een oude vrouw zonder benen, die 15 jaar lang haar kamer niet uit geweest was en niet eens wist dat er een revolutie had plaatsgevonden. Ook bij haar hing ik weg, niet vrijwillig, maar omdat ze in een nacht de politie belde vanwege een indringer in haar huis. De indringer was ik dus. En toen de ter plekke gekomen agent de situatie begreep, gaf hij mij spontaan een lift, midden in de nacht, naar het huis van een vriendin bij wie ik mocht logeren. In een kelder van een flatgebouw
waar mijn werktafel tegelijk mijn bed was, uit gebrek aan ruimte. Het enige raam van het kamertje grensde aan een park vol zwervers die elke nacht op de ruit klopten. Niet gek, ik had het beter dan zij. Het geklop hield niet op toen ik de ruit zwart geverfd had om mezelf te isoleren van de zwervers, wat eigenlijk een slecht idee was. Dat begreep ik pas toen de broer van de loodgieter van het flatgebouw 's nachts om 12 uur op mijn deur bonkte en probeerde binnen te komen. Waarvoor? Vroeg ik hem. Niet om suiker te lenen. Daar vandaan verkaste ik naar een zolder, ergens op de 10e verdieping van een gebouw waar de enige bewoonde kamer die van mezelf was en waar ik me uit de behoefte aan een gesprekspartner in de hete zomers in Boekarest, een antieke Griek, inbeelde, voor wie ik een cyclus gedichten schreef. Ik mocht er weg nadat ik de bewaker bijna een hartinfarct had bezorgd, omdat hij niet wist dat er nog een ziel op zolder was. Maar ook omdat ik, hoewel de antieke Griek heel behulpzaam leek te zijn, toch paniekaanvallen begon te krijgen. Ik moest na zo'n reeks bijzondere kamers toegeven dat een internaat ook zijn voordelen heeft. Ik vroeg daarom een plekje in een internaat voor studenten, maar aangezien het meisjesgebouw helemaal vol zat, mocht ik illegaal van 2 aardige jaargenoten, de enige jongens in mijn groep, bij hen logeren, op de bovenste laag van hun stapelbed. Ineens had ik niet 1, maar 2 antieke Grieken in vlees en bloed, die een deken voor mij omhoog hielden, de een aan een kant en de andere aan de andere kant, zodat ik me in een kamer vol jongens kon omkleden. Niet vanwege gebrek aan privacy ging ik er na een tijdje vandoor, maar omdat hun eerste huisregel vodka op een lege maag voorschreef en hoewel ik net niet genoeg kracht had om tegen die regel in te gaan, werd na enige tijd wel duidelijk dat mijn maag geen vodka-liefhebber was en dus vertrok ik weer. Je zou denken dat het na zoveel bijzondere kamers tijd werd voor een eigen huis, maar nog niet toen, maar pas een paar jaar later kocht ik, trots dat ik met mijn job een hypotheek kon krijgen als kerstvers journalist bij de Nationale Radio, mijn eerste huis, een flatje op een 8e verdieping in een van de armste wijken van Boekarest. Na zoveel jaren ontheemd te zijn geweest, voelde ik me nu thuis, als jonge eigenaresse van een kamer met een wc en een douche. Maar mijn eigen definitie van thuis zijn botste helaas met die van mijn buurvrouw op dezelfde verdieping. Een doof stomme vrouw, net zo trots als ik op haar flatje, die in haar vrije tijd, dag en nacht, werkte als prostituee. Thuis. Vaak moest ik dan ook dronken mannen met een open gulp naar haar flatje verwijzen of naar beneden begeleiden in een lift die vaak bleef steken tussen 2 verdiepingen. Weten jullie wat voor geluiden een doofstomme vrouw maakt als ze seks heeft? Geen geluiden? Mis, zeg ik jullie. Ik weet wel beter en kan ook een advies geven. Koop nooit. Maar dan ook nooit. Een huis naast een doofstomme prostituee. Oh ja, ik zou nog moeten zeggen dat ik mijn huis gauw weer verkocht heb. Niet omdat ik het zat was om dronken lappen naar beneden te jagen, maar omdat de buurman onder mij op een dag de hele verdieping in brand zette. Dankjewel, Mira Fedicou. Ik wil jou gelijk even vragen, misschien moet ik dan deze aan jou geven. Oké. Okay. Als het goed is ben je dan te horen. Ik hoop het. Dus komt er ook een foto bij jou? Ja, volgens mij wel, hè? Had jij een foto uitgekozen? Ja, ik heb een foto van mijn woonkamer. Je woonkamer, ja. Ja. En het is misschien, ik vroeg me wel af, want als ik het zo hoor, dan is het bijna alsof iedereen in jouw leven zijn best heeft gedaan om jouw woongenot te verzieken. Dat heb is jij, pas leven, ja, hè? Heb jij ook wel eens iemand anders woongenot verziekt? Want het ik klinkt heb wel alsof mijn het jou best allemaal gedaan. Overkomt. Ja. Ja, je hebt wel je best gedaan. Ja. Op wat voor manier? Je vecht in het leven. Ik bedoel, in een internaat moet je voor alles vechten. Voor 1 minuut in de badkamer of wc of douche. Voor alles eigenlijk. Ja. En dringt dat dan vervolgens door in hoe je je verdere leven woont? Natuurlijk, ik vecht ook hier en het is niet nodig. Ik vecht ook in Nederland. Yeah. Het is, je zegt het is niet nodig. Ja, het is niet nodig. Niet zoals in Roemenië. Je vecht om andere dingen en het is niet zo hard nodig om je best te doen. Dus je vecht eigenlijk te veel? Ja,
Ik ben zo'n machine, weet je, in wiet aan het vechten. Ja. Ja, gewoon, en je zei dat je 9 jaar geleden ben je naar Nederland gekomen. Ja. Toen heb je ook de taal geleerd? Toen? Nee hoor, ik leer nog steeds de taal. Nou. Ik ben toen begonnen, maar ik leer nog maar steeds de taal. Maar je schrijft in het Nederlands? Tuurlijk, en dat is een soort zelfmoord. Pleken. Ja? Ook daar vecht je te hard? Tuurlijk, inderdaad. Ik doe altijd mijn best. Het voelt niet als een thuis, de taal? Nee, de taal is een soort GPS-signaal voor mij. Ik hoor Nederlands en ik weet waar ik ben. Mm-hmm. En dat helpt. En dat helpt zo dat ik af en toe in de tram, als ik Nederlands hoor zonder accent, zeggen mijn hersenen, Roemeens! Dus het is geen Roemeens, maar je raakt gewend. Mm. En ja. Maar is dat niet raar tijdens het schrijven? Nee, als ik column schrijf, schrijf ik direct in het Nederlands. Ik heb geen woord in het Roemeens. Als ik over mijn verleden heb, komen eigenlijk ook woorden in het Roemeens, natuurlijk. Mm. Ja. Maar je schrijft wel altijd direct in het Nederlands? Ik schrijf in het Nederlands. Ik bedoel, ik leef connected. Je wil spreken, je wil herkend zijn, je wil gewoon... ik voel je wil je wat ik altijd heb gedaan doorgaan. Ja. Ik zit te kijken, jouw woonkamer komt niet verschijnen. Ik weet niet of de techniek... Schudden ze nee? Kan het, nee? We hebben het niet. Van niemand. Oh jammer, niet. Ik heb een prachtige woonkamer. Ja. Nou, daar gaan we dan gewoon allemaal van uit. Ja, mag je zeggen? Ik heb, iedereen kent het cliché mannen van een bepaalde leeftijd die niet meer kunnen presteren. Die en die rijk zijn, die een Porsche, een rode kopen. En... Ik heb ook het gevoel niet meer dat ik ergens een thuis kan krijgen. Dus ik heb ook mijn eigen Porsche, een groot huis. En af en toe kijk ik en denk ik, oké, het is mijn eigen Porsche. Ik heb geen huis, maar mijn dochter wel. Ik heb geen thuisgevoel, maar mijn dochter heeft een groot huis. Dus jammer dat jullie de foto niet kunnen zien. Nou, we nemen hem in gedachten, nemen we mee. Shanti Singh, kan ik jou uitnodigen? Ja. Jij debuteerde vorig jaar met... Dan moet ik toch even kijken. Vorig jaar met Vervoering, een familiekroniek over 4 generaties Hindoestanen. Ik denk dat je gewoon maar voor ons moet gaan lezen. Is goed. De titel van mijn column is De zoektocht van een schrijfnomade. Het ultieme thuisgevoel heb ik nog niet ervaren. De zoektocht hiernaar duwt me al jaren voort. Het moet een plek zijn waar Shanti heerst, rust en vrede. Ofwel mijn naam in het Sanskriet. Het is onduidelijk waar op de wereld deze idylle zich bevindt. Dat komt omdat ik mezelf vaak een wandelend mysterie voel. Telkens als ik mezelf hoor uitleggen dat mijn ouders uit Suriname komen, mijn voorouders uit India en dat ik zelf geboren en getogen ben in Nederland. In Almelo, of all places. Dat ik geboren ben in Almelo zorgt telkens voor hilariteit. Opgetrokken wenkbrauwen, ingehouden gelach, een zweem van medelijden. Almelo leek op een planeetje wat net boven de rest van het land in de lucht hing. Alles wat belangrijk was, bevond zich altijd daarbuiten. De familieleden, de feesten, de kleding en de Surinaamse broodjes. Eenmaal in de Randstad kwam ik in aanraking met andere wandelende mysteries, oftewel andere Hindoestaanse Nederlanders. En er bleek een heel scala aan mogelijkheden waarop mensen invulling geven aan het Hindoestaans Nederlander zijn. Sommigen hadden zich laten versmelten met de identiteit van de Creoolse Surinamers en spraken Stranang Tongo. Maar de verhalen van de enthousiastelingen die hun heil zochten in India wonnen glansrijk. De roep van dit land was onweerstaanbaar. Ik kwam terecht in het sprookjesachtige Rajasthan en sliep in adembenemende paleizen. Ik werd wakker door de geur van wierook en wandelde door de gangen van marmer. Ik was ervan overtuigd dat mijn ultieme thuis er zo moest uitzien. Maar in India ben ik een kermisattractie. Ik heb de ogen en haren die horen bij een Indiaas uiterlijk, maar ik loop en kijk uit mijn ogen als een westerling. Indiërs krijgen geen genoeg van het feit dat Nederlands mijn moedertaal is. Ik kan daar zalen vullen met een act waarbij ik monologen hou in het Nederlands. Mocht het schrijverschap mislukken, voorzie ik een glanzende carrière als curiositeit in India.
In Suriname viel ik in het koesterende bad dat familie heet. Maar ik werd ook een enorme Nederlander. Van het soort dat niet tegen tropische warmte kan. Hysterisch gilt bij de aanblik van muggen. En alleen met haar familie kan spreken in het Tsarnami met een lachwekkend Nederlands accent. In verschillende landen vond ik dus elementen van het ultieme thuisgevoel. Maar dit was versnipperd. Dus ging ik terug naar Rotterdam, waar ik een andere vorm van reizen ontdekte. Naar de wereld van de verbeelding, waarin alles opgebouwd en gesloopt kan worden met de snelheid van de gedachte. Mijn ultieme thuis kon ik misschien zelf creëren. Was dat niet wat mijn voorouders steeds hadden gedaan? Zij reisden continenten over. Verhalen vormden daarbij vaak hun enige reisgezel. In mijn zoektocht voel ik steeds meer de behoefte de verhalen van de voorouders om te zetten naar het geschreven woord. Het is alsof ik daarmee ook mezelf vormgeef. De verhalen wil ik niet langer passief in de lucht laten hangen. Het schrijven van verhalen biedt mij een plek waar je de tijd even stil kan zetten. De plaats is veranderlijk. Om de zoveel tijd trek ik weer verder in de jungle van de stad. Voor mijn ultieme thuisgevoel heb ik een paar dingen nodig. Een comfortabele stoel, een handzame laptop, goede koffie en een paar lege uren uitgespreid voor me. Mijn voorouders waren verhalennomades. En ik, hun kleindochter, ben een schrijfnomade in de stad geworden. In de bewegelijke chaos van woorden voel ik me thuis. Dankjewel. Er ligt hier een microfoon. Ik ga even achter jou weg, anders wordt het zo raar. Want dan wordt het zo psychoanalytisch als ik achter jou ga staan. Wat op zich een interessant gesprek kan opleveren natuurlijk. Je zegt dat je naar Rotterdam bent gegaan om nieuwe verhalen te vertellen. Of om nieuwe verhalen te bouwen. Wat past natuurlijk bij de stad. Kijk. Ja, mijn foto. Dit is jouw woonkamer, hè? Ja, dit is een verlengde van mijn woonkamer inderdaad. En je dacht, de stad moet er echt bij. De stad moet er echt bij. Dus nieuwe verhalen bouwen in de stad. Tegelijkertijd ga je ook terug naar de verhalen van jouw voorouders. Ja. Waarom heb je die verhalen nodig van jouw voorouders? Ik ben al langer bezig zeg maar, met de zoektocht naar wie ben ik nou eigenlijk? Waar kom ik vandaan? Het is niet iets wat je leert op school. Ja. Dus toen ik zeg maar een puberleeftijd had, toen had ik heel erg de behoefte om het boek te lezen wat ik nu eigenlijk geschreven heb. Ja. En, want dat was dan specifiek je eigen familieverhaal, maar is dat, wanneer je dat publiek maakt, hoe merk je dat dat breder wordt? Dus dat je een thuis biedt, niet alleen aan jezelf, maar ook aan je lezers. Nou, ik denk omdat ik er fictie van heb gemaakt, want ik heb inderdaad wel inspiratie gehaald uit de verhalen die ik heb gehoord. Maar door er fictie van te maken, maak je het groter en kan je dingen uitvergroten en dan wordt het toegankelijk voor meer mensen en kunnen meer mensen zich er hopelijk mee identificeren en wordt het wat meer van iedereen. Je schreef het boek wat je wilde lezen, maar ik mag toch hopen dat je je ook wel thuis voelt in andermans boeken? Zeker, absoluut. Ja. Is er een speciale inspiratie? Nou, vroeger was ik helemaal gek van het boek van Garcia Marquez. Mm-hmm. En dat was ook een hele belangrijke inspiratiebron ook. Ik wilde altijd al zo'n boek schrijven, ook zo'n grootse familieverhaal. Dus daar voel ik me zeker in thuis, maar ook heel veel andere boeken van Zadie Smith of Jhumpa Lahiri vind ik ook een geweldige schrijfster. Dus daar had je net zo mee op de foto kunnen gaan, zoals precies. Rotterdam. Ja. Oké, dankjewel. Nou, graag gedaan. We gaan verder met Roos van Rijswijk. Ja, ik zal even mijn spullen pakken. Ja, pak je spullen. Want we delen deze huiskamer inderdaad wel, dus iedereen moet de hele tijd een beetje een soort stoelendans doen. Als jullie willen verschuiven, dan mag dat ook, want we moeten het dus zo chaotisch mogelijk, want dat is goed voor het thuisgevoel, dacht ik. Roos van Rijswijk studeerde literatuurwetenschap aan de VU in Amsterdam. Zij schrijft nog steeds columns voor Ad Valvas, het universiteitsblad van de VU. En zij publiceerde korte verhalen in onder meer De Revisor, Tirade en Das Magazine. Deel met ons jouw thuisgevoel, Roos. Mag dat hier of moet ik daar? Je mag dat daar doen. Mag dat hier? Ja, oké. Okay, ongeveer 10 jaar geleden verliet ik het ouderlijk huis om vervolgens ieder jaar een andere woning te betrekken. In mijn eentje, met huisgenoten of met geliefden, één tegelijk overigens. Thuis ben ik nergens geweest of misschien pas achteraf.
terwijl ik steeds weer wende aan nieuwe geluiden, geuren, de hellingsgraat van een vloer en aan de buren en aan de muren, al dan niet gelardeerd met schimmels en paddenstoelen, bleek zich er toch iets van de woning in mij te nestelen, terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Als ik droom dat ik thuis ben, ben ik vaak in de woning waar ik het kortst verbleef. Het was een kamer die voor de verandering niet in een buitenwijk van Amsterdam lag, maar onwaarschijnlijk dicht bij het leven. Zo dichtbij dat ik maandenlang niet gefietst heb. Blijmoedig liep ik van mijn huis bij de Wibautstraat overal naartoe. Mijn huisbaas woonde in de woonkamer waarvan alle muren versierd waren met psychedelische muurschilderingen. Ik woonde in de slaapkamer waar een bed, een tafel en een klerenkast in paste. In die slaapkamer stond, net als in de woonkamer, een gaskachel waar ik duizelig van werd als hij te lang aanstond. Een aantal verdiepingen onder ons bevond zich een shawarmazaak die zorgde voor een immer aanwezige muizenmars in de keuken en waarvan de eigenaar mij vanaf dag 1 begroette met een vrolijk "Hey, boervrouw!" En recht onder mij woonde een analfabete vrouw. Ik hielp haar met haar inburgeringshuiswerk, maar eigenlijk wilde ze liever dat ik van haar cassave at en in ruil mijn telefoon in bruikleen gaf voor noodgevallen. 1 keer betrapte ik mijn buurvrouw erop met mijn telefoon een astrolijn te bellen. "Heel belangrijk," zei ze. "Nee," zei ik. Ik ben nog 6 jaar lang gebeld door verkopers en incassobureaus. In dit huis, wat pas thuis bleek toen ik er jaren later over begon te dromen, werd ik ooit wakker met pijnlijke ogen en een wattenkop. In de stellige overtuiging dat een wandeling in de buitenlucht me zou helpen, verliet ik de woning om er nog maar een paar keer terug te komen. De eerste keer was na de wandeling, die uren geduurd bleek te hebben zonder dat ik het doorhad. Ik opende de deur en liep tegen een muur van hennepwalmen aan. De tweede keer was dat nadat ik 2 dagen bij mijn ouders gebivakkeerd had, zo stoont als een garnaal. Ze geloven mijn verklaring nog steeds niet. Mijn huisbaas maakte hash, dat wist ik wel. Maar dat hij de plakken liet drogen op een gaskachel op vol vermogen, had ik niet durven bevroeden. De keren erop zijn vaag en gevuld met verhuisdozen. In mijn dromen bestaat de huisbaas niet en valt er altijd zon in mijn kamer, terwijl die in het echt alleen een deel van de vensterbank bereikte. Er heerst een gelukzalige stilte, niet het geraas van de Wibautstraat. En altijd ben ik wat licht in mijn hoofd. Nu woon ik in een groot huurappartement aan de rand van Amsterdam. Het huis is zo nieuw dat het nog geen ziel heeft en ik probeer er al een jaar alles aan te doen om te zorgen dat ik me er thuis voel. Muren verven, meubels schuiven, gaten boren, het helpt niet. Er ontbreekt iets, misschien moet ik geduld hebben, misschien moet ik wachten op een shawarmazaak, een onbetrouwbare buurvrouw, of misschien moet ik gewoon eens lekker een plak hash op het vuur zetten. Mam, ik zeg het nu vast, het ging per ongeluk. Dankjewel, Roos. Ja. Ik ga er iets dichterbij zitten. Moet ik deze erbij doen? Oh ja, maar nu zit ik alsnog achter jou. Dat is ook niet handig, hè? Ja, laten we het heel therapeutisch maken. Oh, dat is goed. Ja? Dat is goed. Ja, ik had gelijk een persoonlijke vraag. Niet te, ja. Oh god. Dan blijf ik achter je staan, ja? Dan wordt het wat makkelijker. Wat ontzettend comfortabel dit, Simone. Ja. Nou, we gaan gewoon door. Ja. Ik vroeg me inderdaad af. Je hebt nu een nieuw huis. En ja, niet omkijken. Je kunt beter concentreren als je naar voren kijkt. Ik zat te denken aan jouw schrijfcarrière tot dusver. Je schrijft nu bijna 4-5 jaar voor Ad Valvas. Je hebt 10 jaar voor theatergroep Thomas geschreven. Volgens mij heb je ook al best lang een relatie, dezelfde. Ik dacht, is duurzaamheid voor jou belangrijk om een thuisgevoel te hebben? Jezus. Het heeft niks met thuis te maken. Ik denk meer met dat als ik iets leuk vind, dat ik het blijf doen. Maar ik vind thuisgevoel een heel abstract begrip. Ik heb een soort ideaal beeld bij thuis, wat volgens mij helemaal niet bestaat. Dat je ergens binnenkomt en dat het gelijk klopt. En dat ken ik eigenlijk niet. Maar in mijn werk en ook in mijn relatie gelukkig klopt het wel. Ja. Maar dat heb je ook nog nooit meegemaakt, dat het wel klopt. Dus met een thuis dan dus. Met een gebouw of een kamer? Nee, ik denk het niet. Ik kan me wel ergens erg prettig voelen. Maar
echt helemaal... Volgens mij, als je echt thuis bent, kan je jezelf helemaal vergeten en ben je gewoon lekker thuis. Ja, mm-hmm. Thuis dus is een heel abstract begrip. Ik herhaal het maar even. Maar is het ongemak ook ergens inspirerend? Dat je dus ook ongemakkelijke ruimtes opzoekt of zoals je bij je buren dan blijkbaar toch een soort connectie aangaat. Misschien desgewenst of ja, niet misschien zelf gewild, maar toch, je gaat wel iets aan. Ik bedoel, probeer je daar dan ook een soort inspiratie uit te... Nee, ik zoek eigenlijk het liefst gemakkelijke ruimtes op. Bijvoorbeeld, er zit bij ons in de buurt een heel leuk koffietentje. Mm-hmm. En daar voel ik me misschien wel thuiser dan thuis. Gewoon omdat er altijd, er zijn vriendelijke mensen. Ik bedoel, bij mij thuis is gelukkig ook een vriendelijk mens. Maar er zijn vriendelijke mensen. Die lange relatie dus. Ja, die lange relatie. Ja. Hij zit in de zaal, is een heel vriendelijk mens. Maar daar, misschien omdat er constant, omdat er alsmaar geroezemoes is. Mm-hmm. En die, hè, zeg maar, je beschreef dat je misschien de hash op je kachel gaat leggen. Ja. Ik moest denken aan wat Shanti zei van... Dat schrijven een soort thuis wordt. En toen dacht ik natuurlijk, hè, die hash die wordt een roes. Is schrijven voor jou dan ook een thuisroes? Of ben ik nu heel psychoanalytisch aan het linken, aan het associëren? Psychoanalytischer, ja. Nou, schrijven doe ik ook graag in dat koffietentje bijvoorbeeld. Dus misschien dat thuis bij mij meer te maken heeft met alles loslaten, ook het schrijven. Dan voel je je thuis in het schrijven? Thuis met schrijven? Nee, als je laat je alles los en dan voel je je thuis in het schrijven. Is schrijven een thuis? Geeft dat een thuisgevoel? Nee. Nee? Nee, het is geen thuis. Het is werk en het is... het heeft niks met een huis te maken. Het kan overal. Maar misschien heeft thuis ook niks met een huis te maken. Maar goed, we maken het te ingewikkeld. Dat komt door deze opstelling die jij heel ongemakkelijk vindt. Ja. Maar je boek komt eraan, er komt een boek. Ja. Daar mocht ik ook niet naar vragen. Dus ik blijf gewoon nogmaals... Nee. Nou ja, en dat boek, waar gaat het een beetje over? Mag dat? Het gaat over een moeder en haar zoon, volwassen zoon. En hoe zij hem uit het oog verloren is. Niet over thuis? Nou ja, die zoon is wel weg van thuis. Ja. Oké. Okay. We proberen er nog een thuis in te fietsen. Brechtje Hofstede, we gaan verder met jou. Jij debuteerde met De Hemel Boven Parijs. Die werd behoorlijk lovend ontvangen. Het gaat over een kunstgeschiedenisprofessor die in Parijs een uitwisselingsstudenten ziet die hem erg goed herinneren aan een jeugdliefde. Wil jij voorlezen vandaar of wil jij graag achter? Ik ga staan. Ja. Ik heb een neefje van 3 maanden. Mijn zus heeft pas een kind gekregen. Ze wonen samen in een zolderappartement. De vorige bewoonster is thuis gestorven. En haar geur hangt nog in de keukenkastjes en in het olijfgroene tapijt. Maar mijn neefje, als hij opgroeit, zal zich niet storen aan het tapijt. Nog aan de ouderwetse tegeltjes. Als je klein bent, is thuis geweldig. Thuis is een plek die je integraal als gegeven accepteert. Zoals je eigen lichaam ook niet in vraag stelt. Het rent, het eet, het speelt, het groeit volautomatisch. Hij zal voorlopig niets aan zijn huis willen veranderen. Hij zal fel gekant zijn tegen een nieuw tapijt op de trap, in plaats van het kapotgesleten zeil met de gaten waardoor je het hout van de trap kunt zien, waardoor je zo mooi kunt zien waarom het kraakt. Hij wil geen nieuw behang in zijn kamer en spleetjes in de betimmering zijn juist zo mooi om briefjes in te stoppen. En dan, op een bepaald moment, zal hij terugkomen van een lange reis en zal hij het anders zien. Hij ziet een oud huis in een iets wat ingeslapen buitenwijk. En binnen stoort hij zich aan de ouderwetse schrootjes in de gang en het hennepbehang. Zo ging het in elk geval voor mij. De vanzelfsprekendheid van alle onderdelen van het huis ging verloren. En ineens was mijn magische huis gewoon een gebouw van specie en bakstenen. Zomaar een huis. En andere huizen bevielen me mogelijk beter. Ik gaf vorm aan de voorwaarden die ik begon te stellen aan mijn thuis door mijn kamer in te richten. Posters op te hangen, meubels te verschuiven iedere maand opnieuw. En op mijn 17e ging ik op kamers.
Maar lang voordat mijn ouderlijk huis een thuis op afstand werd om af en toe naar terug te keren, doorliep mijn lichaam dat proces. Ik nam afstand op mijn enige levenslange thuisbasis. Mijn lichaam werd iets dat mijn hoofd ronddroeg, hinderlijk traag, een soort noodzakelijk kwaad. Dat ik trachtte te vervangen door buitenhuizen op papier. Wanneer begon het wegverhuizen? Op welk moment was het op het moment dat ik voor het eerst niet meer in mijn blootje onder de sproeier durfde? Strieën ontdekte, gebeurde het toen mijn lichaam onwelkome gasten begon uit te nodigen voor wie het desalniettemin iedere maand de rode lakens verschoonde? Het was de zomer van 2000. We reden in een donkerblauwe Volvo zonder airconditioning helemaal naar Griekenland. En we hadden 4 zusjes, 2 walkmans en onderweg sloeg ik 1 melktand uit. Sorry, Tover. Uiteindelijk kwamen we aan in een witgekakte villa op de Peloponnesos bij de zee. Het was 's nachts zo donker dat je de melkweg als een slordige rookpluim achter de sterren zag. En de zee waarin we zwommen was de zee waarop Odysseus ook gevaren had. We werden bruin als gebrande suiker. Met bleekroze badpakstrepen over onze rug, kruislinks of rond. En om die vast te leggen, want we waren er erg trots op, gingen we in ons blootje op een rij staan en riepen om een foto. Mijn oudste zus, die wil al niet meer. Het was een van de mooiste zomers die ik me herinner en toch had ik haast om naar huis te gaan. Want thuis wachtte de introductiedag van de brugklas. En tijdens die dag werden binnen enkele uren grenzen getrokken op basis van uiterlijk, mondigheid en kledingbudget die jarenlang overeind zouden blijven. Een paar weken later kwamen de vakantiefoto's. Op een van de laatste staan 3 kleine meisjes en dat zijn mijn zusjes en ik. Ik pakte die foto en bekeek mezelf langdurig. Ik zag een eerste aanzet tot heupen. Ik ontdekte dat ik eigenlijk x-benen had en een geknakte rechter enkel. En ik heb de foto verstopt onder mijn matras, opdat die niet zou worden ingeplakt. Dat was het moment waarop ik mijn thuis terugzag na een lange reis en het niet meer onvoorwaardelijk erkende als het mijne. Wanneer ik nu thuis kom, is het als gast. Dankjewel, Brechtje. Kom jij weer hier zitten? Je mag staan waar je wil, hè? Volgens mij voelen jullie het niet zo gemakkelijk. Als je nooit thuis bent in je lichaam, ben je dan altijd ontheemd? Ik ben wel eens thuis, af en toe. Bijvoorbeeld alcohol helpt, dansen, een bepaalde setting. Ik denk dat mijn uiterlijk huis nog steeds een plek is waar ik dat goed kan zijn. Maar het is inderdaad een... Ja, je kunt het noemen een ontheemd gevoel. Ja. En we zien hier jouw woonkamer. Dat is mijn woonkamer, ja. Ik dacht even misschien dat we nu de roosterwoonkamer zien. Dat het nog ergens fout ging met de foto's. Nee. Maar... En voel je je hier thuis? Ik woon hier pas sinds een jaar. Het is in Brussel. En dat is een stad waar volgens mij niemand thuis is. Je weet nooit welke taal je moet spreken. Ik begin altijd met goeiedag, bonjour. En dan kijk ik wat er terugkomt. En heel vaak is het ook Engels of Portugees. Er zitten al die Europeanen zitten daar natuurlijk. Dus nee, nog niet echt. Nee. Maar voel je je daar dan als lichaam niet misschien meer thuis omdat niemand daar thuis is? Ik weet niet of dat veel te maken heeft, of mijn lichaam daar veel van af weet. Nee. Daar veel van af weet. Ik dacht misschien dat een soort diversiteit dan helpt dat je een soort in de anonimiteit opgaat. Ja, anonimiteit is, vind ik wel prettig, ja. Wel een vorm van thuis. Ja. En je zegt thuiskomen als gast. Moet een schrijver altijd gast blijven in plaats van volledig thuis? Ja, er zijn verschillende ideeën over. Je kunt natuurlijk zeggen dat je alleen zou kunnen schrijven over wat je kent. Ik ben daar zelf niet zo van. Mijn eerste roman heeft een hoofdpersoon van 52. Het is een man. Dus ik kan niet zeggen dat ik dat heel goed ken. Ik denk dat nieuwsgierig zijn altijd belangrijk is. Dus dan ben je niet thuis. En als ik begin aan een roman, dan denk ik dat ik precies weet wat ik wil. En daar ga ik naartoe.
En als ik halverwege ben, dan blijkt dat ik heel ergens anders naar op weg ben. Dus in die zin is het denk ik, ja, misschien is het vruchtbaar om niet altijd thuis, je niet thuis te voelen, niet tot rust te zijn of, ja, of tevreden. Dan gaan we verder met Nina Polak. Haar debuut, We zullen niet te pletter slaan, won bijna de Anton Wachterprijs. En ze belandde op de tiplijst van de ACO Literatuurprijs. Nina, wil jij voor ons lezen? Ja, hier kan een biertje op staan. Dat is ik me af te vragen. Op het online medium De Correspondent refereert de schrijver Arnon Grunberg aan zichzelf als de hotelmens. In een doorlopende serie stukken doet hij verslag van zijn reizende leven. Tussendoor zoekt hij naar de betekenis van het woord thuis. Thuis ben je waar de dood op je wacht, meent hij bijvoorbeeld. Of thuis ben je waar je moeder in het ziekenhuis ligt. Of thuis ben je waar je de meeste nederlagen hebt geleden. Thuis ben je waar je onderbroeken liggen. Enzovoort. Zet je deze Grunbergiaanse aforismen op een rij, dan zou je twee dingen kunnen concluderen eigenlijk. Thuis ben je volgens Arno Grunberg eigenlijk overal. Ofwel thuis ben je eigenlijk nergens. Mijn vermoeden is helaas dat voor Grunberg het tweede geldt. Thuis ben je immers daar, om mijn eigen aforisme toe te voegen, waar je niet voortdurend hoeft af te vragen waar je eigenlijk thuis bent. Ik kan me wel identificeren met het zwervende temperament van de hotelmens. De afgelopen 2,5 jaar heb ik geen huis gehad, laat staan een thuis. Dat klinkt zieliger dan het is, ik heb geen nacht op straat geslapen. Ik trok van tijdelijke woning naar tijdelijke woning, logeerde dan eens in een caravan in Friesland. En dan eens in een studentenhuis, waar dus de laatste student al 3 jaar was afgestudeerd. Ik zat maandenlang tussen de spullen van andere mensen. Keek tegen andermans schilderijen aan. Andermans foto's, gaf andermans plantenwater. Maakte andermans voorraden op. Nam pakjes aan die niet voor mij bedoeld waren. Dat heeft iets. Iets tragisch en iets bevrijdends. Het maakt dat je af en toe een spook voelt in het bevroren leven van iemand anders. Mijn eigen leven reduceerde ik ondertussen tijdelijk tot 1 koffer en een stel stevige bruin papieren zakken. Ik zeg met enige overdrijven leven, want zwerven en de logistiek die daarbij hoort kan goed dienen als een soort excuus om het verstrijken van de tijd te ontkennen. Het is een tussenfase. Ook als het jaren duurt, existentiële keuzes die kunnen op de lange baan, permanentie wordt steeds betrekkelijker. Dat er aan dit normale bestaan binnenkort een eind komt, heeft dan ook iets beangstigends. Vorige maand tekende ik een huurcontract. Dat betekent onder meer dat ik binnenkort weer zal slapen tussen lakens die ik zelf gekocht heb. Dat ik 's avonds niet snel meer voor een verkeerde deur zal staan. Dat is nogal eens gebeurd de afgelopen tijd. Maar het betekent ook dat de Belastingdienst me weer kan vinden. Dat de buren me zullen leren kennen. Dat er ruimte komt voor stappen die niets te maken hebben met het verplaatsen van die bruin papieren zakken. Mijn nieuwe huis heeft een open haard. Het heeft een balkon op het zuiden. Een vliering waar spullen oud en stoffig kunnen worden. En boven komen voor het eerst in jaren mijn boeken weer uit hun dozen. Ik krijg een studeerkamer. Met een eigen bureau, een luie stoel en een schemerlamp. En als het even kan ook een sofa voor als ik liggend wil lezen. Ik stel me voor dat ik er een onbekende rust vind. Om uren achter elkaar te zitten en te schrijven. Om monomaan te worden. En bovenal een huismus die 's avonds de haard nog wat oppookt en binnenblijft. En terwijl ik dit schrijf lig ik op mijn buik in mijn nog lege studeerkamer. Het is er zonnig en rustig. Morgen komen de dozen. Alles zal er zijn om nooit meer weg te gaan. Dit zijn de eerste woorden die ik er schrijf. Ik hoop dat er nog heel veel zullen volgen. En toch staat naast mijn tekstverwerker mijn browser open. Cheaptickets.nl. Naar New York binnenkort. Voor minstens een maand.
Als ik er Grunberg tegenkom, dan zal ik nog een these met hem delen. Thuis zijn is een talent. Dat heb je of dat heb je niet. Dankjewel, Nina. Thuis zijn is een talent, dat heb je of dat heb je niet. Is het niet ook een talent dat je kunt trainen? Vast. Ik ga dat trainen daar op in die studeerkamer, ja. Zie je daar naar uit? Ja, ik zie er zeker naar uit. Ik zie mezelf echt daar al zitten. Maar hoe ga je dat dan trainen? Gewoon door te blijven zitten? Ik heb het idee dat het daar iets mee te maken heeft, ja. Toch met een soort zitvlees. Is er iemand die advies kan geven op het trainen van het thuistalent? We zitten hier vreselijke ballingen te zijn allemaal trouwens. Niemand van ons weet zich thuis te voelen. Ja, dat viel mij ook al op. Ik denk dat het publiek dat ook wel zo had inmiddels. Zou jullie opgevallen zijn? Ja. Maar waarom zou dat komen? Ja, ik zat na te denken. Buitenstaanderschap kweekt natuurlijk schrijvers. Is dat niet ook romantiek? Tuurlijk. Dooddoener, hè? Ja. Er was gisteren een gesprek met Grossman, Mengiste en Jennifer Clement. En die had het erover, of Grossman zei op een gegeven moment, er is een moment dat als je als kind beschrijf je dan dat je je thuis voelt en dan is alles nog onschuldig. Dat krijgen we ook in Brechtjes stuk. Hè? Je begint als kind en dan op een gegeven moment kom je erachter dat thuis toch niet zo thuis is. Maar ze ontdekte ook eigenlijk dat dat misschien wel gewoon een valse herinnering is. Dus misschien dat dat thuis, hè? Roos stipt het ook al aan, misschien bestaat het thuis wel helemaal niet. Hebben jullie daar andere ideeën over? Ja. Ja? Nee, misschien moet ik hem aan jou. Ja. Oh ja. Wil jij? Ik heb een theorie bedacht dat ik niet naar het paradijs zal gaan, mm-hmm, na mijn dood, omdat ik het paradijs al gekend heb. En dat is de eerste 10 jaar van mijn leven, voordat ik naar een internaat gestuurd werd. Mm. En dat is mijn paradijs. Ik heb een huis en ik ben geboren in een dorp. En ik heb heuvels vol magrieten. Ik heb echt het paradijsgevoel gehad en dat heb ik mijn laatste 30 jaar heb ik constant dat gevoel, dat verloren paradijs. Ik heb hem gehad. Ik draag hem mee. Ik heb hem altijd. Ik droom daarover. Ik weet precies wat dat is. Ik zal hem nooit meer terugvinden. Het is mij afgenomen. Is het een teleurstelling dat het nooit meer terugkomt? Ja en nee. Het moest zo zijn, daarom nee. En natuurlijk, het is zo vreed en dom om een thuis af te nemen van een kind. Ik heb een foto gezien een paar weken geleden van een kind, een jongen, een Syrische jongen. Hij sliep tussen de graven van zijn ouders. Ik heb 30 jaar nodig van mijn leven gehad om te verwerken wat ik allemaal meegemaakt heb. Wat moet dat kind? Hoe kan hij verder? Het kan niet. Het kan niet meer. Hij is gebroken. En om toch even terug te gaan ook naar Nina. Als het thuisgevoel, het ultieme thuisgevoel ook blijkbaar iets beangstigend heeft. Is dat omdat dat alleen die verantwoordelijkheid is die je beschreef? Ja, nou, wat ik zei, het is fijn om in een tussenfase te zitten, zodat dingen, ja, dat heeft met het maken van beslissingen te maken. Thuis is ook een basis waarop je, als je een mens bent, wil je volgens mij bewegen. En toch, in ieder mens zit een soort vooruitgangsmachientje. Die nomade. En als je daar, ja, misschien een nomade, maar sommige mensen zijn beter in het thuis zijn. En dan moeten er dingen gebeuren in dat leven, en er moeten stappen gezet worden. En, er is een kamer in dat nieuwe huis. Ja, wat moet daarmee? Maar is dat misschien dan ook... Ik bedoel niet dat er nu snel een baby moet komen, maar dat soort dingen. Ja, voelt die druk. Als er een basis is... Het is ook wel comfortabel. Wat ik bedoel is dat het ook wel comfortabel is om geen basis te hebben, want alles kan... Je bent alleen maar bezig met die zakken die je van hier naar daar...
Denk je dat er zoiets bestaat dan, als het ultieme thuisgevoel? Nou, ik vind wel, dat Brechtje heeft het heel mooi verwoord. Dat hoort wel bij, ik geloof dat het wel bij kindertijd ook hoort. Het ultieme thuisgevoel is misschien dat, ja. Ik ken het ultieme thuisgevoel en dat was toen ik een kind was. Ja, dat is het. En in jouw boek, We zullen niet te pletter slaan, is Schart. Die gaat op reis, die gaat naar India. En hij is eigenlijk ontheemd. Hij zoekt een soort vervulling of in ieder geval een doel of zoiets. Als jij zelf die ontheemding zo beschrijft en je beschrijft het in je boek. Nu ga ik natuurlijk generaliseren. Zou je het kunnen generaliseren in een soort generatie iets? Dat er een ontheemding is en een soort zoeken en ook een soort verantwoordelijkheid ontlopen? Nou, ik zou nog wel even bij dat kindertijd willen blijven. Want ik weet niet of het een generatieding is. Ik vind dat het heel moeilijk te zeggen. Maar het gaat in mijn boek ook over uit het nest vliegen, vallen. Dus die ontheemding bij hem is ook een thuisgevoel kwijt zijn. Ook omdat hij ook gewoon opgroeien. Maar dit zit ik hier nu allemaal ter plekke te bedenken hoor. Maar dat komt door wat Brechtje schrijft. Dat het inderdaad wel heel erg gebonden is aan kindertijd. En dat zeg jij ook. Is een jongetje. Ja, ik wilde nog wel iets aan toevoegen. Ik heb ook dat echte thuisgevoel gehad, dat je in de zomer sardientjes braden op een vuurtje in de tuin en het vervolgens uit mocht pissen, ook als meisje. En dat je, als je het niet kon slapen, een kopje warme melk kreeg en nog even op de bank mocht bij de grote mensen. En als je zelf gaat begrijpen wat er voor die grote mensen voor nodig is om dat thuisgevoel te maken, hoeveel zorgen en hoe moe ze eigenlijk zijn en dat ze er zelf eigenlijk helemaal niet zoveel van genieten als jij en dat zij om die bloemen te halen 's ochtends om 7 uur opstaan op zaterdag en naar de markt fietsen als het regent en dat ze misschien ruzie hebben. En al die dingen, zodra je die gaat zien, zodra ik die ging zien, was het voor mij een beetje over. Toen dacht ik een beetje van, nou, dat is leuk. Het was een beetje alsof. Ja, er zit echt iets inherent nostalgisch en naïefs aan überhaupt die term, het ultieme thuisgevoel. Ja. Dat is dat is ook wat je zegt. Het is romantiek ook om zoiets te zeggen. Zou het dan bijna natuurlijk zijn om te zeggen, als je dan het thuisgevoel verloren bent, dan moet je het thuisgevoel maar gaan creëren voor anderen? Die babykamer die dus bij jou leeg staat nu? Ja. Jeetje, wat een conclusie. Die babykamer. Is er iemand die zich echt ultiem thuis voelt? Ooit? Laat er iemand zijn in deze zaal. Laat er iemand zijn. Ja, hiervoor. Mag ik even vragen wanneer jij je ultiem thuis voelt? Ik ben de man van Shanti Singh. En als ik bij haar ben, dan voel ik waar ik ook ben ter wereld, voel ik mij thuis. Woe! Daarmee gaan we eindigen. Mag ik jullie alle 5 hartelijk bedanken. Brechtje Hofstede, Roos van Rijswijk. Nou, nu ga ik gewoon je naam vergeten. Wat erg. Shanti Singh. Wat vreselijk, sorry, Shanti Singh. Mira Fetikou, die heeft me verteld, als je mijn naam goed wil uitspreken, dan moet je denken aan vette koe. Dus Fetikou en Nina Polak. Dank jullie wel en dank jullie.